Dag meisjes, vandaag heb ik nog een filmpje voor jullie. Ja, het geluid op de achtergrond is mijn bad die aan het vollopen is, want ik zou graag nog een badje nemen voor ik ga slapen. Maar toch, ik heb vandaag nog een pakketje gekregen en ik wil jullie dit graag tonen. En het is van Danny's Soap Shop. Daar zie je het adres. Dit is eigenlijk heel rap toegekomen met de post. En dit zijn eigenlijk, je kunt daar zeepjes kopen, maar ik heb daar zelf soy waxmelt gekocht. En een brandertje. Dus ik zal beginnen met dit doosje. Ik vermoed dat het brandertje hierin zit. Ja, ik heb het nog niet open gedaan. Dus ik ben zelf benieuwd wat er gaat inzitten eigenlijk. Ik zie hier zelf iets inzitten, denk ik, die ik niet besteld heb. Oké. Ten eerste dit doosje. Ja, daar zit inderdaad mijn brandertje in. En ik vond dit wel een mooitje. Dit is een handje met daarin een teiltje vasthoudt. Moet je hier je theelichtje zetten. En hier je soymelt in doen. Dus ik vond dit heel mooi. Ik vraag me wel af. Ik kan mis zijn. Maar als ik hier een theelichtje inzet. Of dit niet zwart zal worden van boven door het vuur. Maar dat zal wel meevallen. Hoop ik. Ja, eventjes mijn bad uitgezet. Dan hoor je mij ten eerste beter. En dan loopt het ook niet over zonder dat ik er erg in heb. Dus dit. Dan heb ik eigenlijk niks anders besteld dan soymelt. En ik zal proberen een beschrijving van de geur te geven. Ah ja, dit handje kostte €5,95. Dus dat is redelijk goed te doen in prijs. Dus de website is dannyssoapshop.be. Ja, ik heb daar besteld omdat ik dan eens bij een Belgische webshop kon bestellen. Want de meeste webshops waar ik voor zo'n dingen haal, zijn eigenlijk Nederlands. En ik wou toch echt wel eens een Belgische webshop hebben. Dus, de eerste soywax die ik besteld heb, is de Eucalyptus en Spearmint. Eventjes ruiken. Ja, deze ruikt heel fris. Doet mij een beetje denken aan een soort van, ja, toiletreinigergeur die ik heb. Een beetje anders dan ik verwacht had, maar toch nog wel lekker zo. Dan heb ik strawberry en champagne. Deze ruikt heerlijk zoet. Een beetje bloemig zelf, maar toch wel lekker. Dan Nach Champa. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Deze ruikt wat zwaarder. Misschien wat minder geschikt voor de zomer, maar nu in de lente kan dit nog. Dan Water Lily en Jasmine. Deze ruikt heerlijk. Ik weet nu al dat dit een van mijn favorieten gaat worden. Dan Acqua di Gigio. Ik denk dat het een dupe is voor een parfum. Ja, inderdaad. Dit ruikt ook echt wel heerlijk. Ik weet niet. Iemand kan mij daar misschien mee helpen. Hoe ik een stukje was daar kan uitsnijden om in de houder te leggen. Of dat ik het volledige dingetje er moet in doen. Laat het mij weten. Dan Passion Flower en Acai Berry. Oh, deze doet mij ook denken aan een andere geur. Maar een douchegel die ik ooit gehad heb. Ik kan er niet op komen wel. Maar deze ruikt ook heerlijk zoet. Beach Daisies. Deze ruikt wat, ja, zoet. Maar met een hint karamel en honing. Bleu agave. Of bleu agave. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Oké, hier ruik ik duidelijk kaneel in. Ik ruik heel graag kaneel en hier is de kaneelgeur heel sterk. Dan. Ja, ik ga niet te lang ingaan op de dingen, want het zijn er veel te veel. Dan heb ik bergamot en tarragon leaves. Ik heb de meeste geuren van de saai besteld, maar niet allemaal. Bijvoorbeeld, deze doet mij weer meer denken aan een toiletreiniger. Dus ook niet mijn favoriet. Alleen de geuren met vanille heb ik niet echt genomen, omdat mijn vriend daar niet tegen kan. Dus dan moet ik ook geen geurbrander gaan doen met vanille. Deze is Elf Sweat, I don't know. Maar deze ruikt echt heel lekker. Oh ja, ik heb weer een andere bril aan, maar ik heb drie brillen die ik afwissel. Dus af en toe zul je mij een andere bril zien dragen in een filmpje. Dan Victorian Rose.
doet mij weer wat denken aan een bepaalde toiletreiner. Ik weet niet waarom ik nu zo vaak aan toiletreiner moet denken, maar het heeft wel een duidelijke rozengeur. Ja. Het zal ook niet mijn favoriet zijn, want ik ben ook niet aan duidelijke, overdreven rozengeur. Champagne pomegranata. Of pomegranata, ik weet niet. Oh, ja, deze ruikt echt zoet. Heerlijk, gewoon heerlijk. Oké, ik denk dat we er bijna zijn. Ik zie hier nog 6 soywaxen staan. Deze is jammer genoeg gebroken. Oeps. Maar dat wil niet zeggen dat ik die stukjes niet kan gebruiken natuurlijk. En deze noemt Rose and Violet. En doordat die gebroken is, gaat die niet goed toe. Dus dat is waarschijnlijk een van de eerste die ik zal gebruiken. Ah, hier zie je ook de website erop. Oké. Dan Sea Salt en Lotus Blossom. Hier was ik heel benieuwd naar. Ja. Ik vraag mij wel af of dat de geuren die ik nu ruik identiek dezelfde zullen zijn als deze in het potje. Dan Apple Pie. Ja, deze ruikt echt naar taart. Oh. Heerlijk. En dan Mandarin Lime. Ik denk dat deze heel citrusachtig moet ruiken. Ja, inderdaad. Ik zeg het in mijn neus, bij wijze van spreken. En dan de laatste 2, denk ik. Ja. Dragon's Blood. Deze ruikt ook echt wel lekker. Deze, ik denk dat dit ook een van mijn favorieten zou kunnen worden. En Lotus Blossom. Ja, ook een beetje bloemig, maar niet zo zoet. Allee, geen zoete bloemigheid. En dan zie ik hier nog iets extra zitten. Ik weet niet wat erin zit. Het zit in een blauw zakje. Het zijn like steentjes. Als mij iemand kan zeggen wat het is, ik denk dat dit ook misschien wel bels zijn. Ik weet het niet. Er staat geen beschrijving bij. Dat is ook wel jammer. Oké, maar ik kom het wel te weten. Deze hebben ook een geur, dus ik weet het niet. Misschien is het iets om tussen de kleren te leggen. Ik zal eens kijken op de site. Misschien kom ik tegen wat het is. En ik heb voor de soy wax 1,10 euro betaald per stuk. Wat een redelijke prijs is. Oei, merk. Ik heb de rond gewaaid. Oké. Dus voor de soy wax 1,10 euro. Voor de geurbrander 5,95 euro. En de verzendkosten waren 5,95 euro. Wat ook weer meevalt. En dus kwam ik op 31,70 euro. Als je een mooie kaars koopt, ben je ook zoveel kwijt. Dus dit had ik er wel voor over. En oh ja, het is goed ingepakt, want er zitten zo van die breekdingetjes in. Dat was het. Ik weet, de laatste tijd zijn er veel filmpjes. Maar ik ben er bijna mee klaar. Er komt nog zeker 1, met kleren waarschijnlijk. Of schoenen. Ik weet niet zeker wat ik allemaal weer besteld had. En misschien, ik heb op eBay ook aan 2 veilingen meegedaan. En ik heb 2 OPI-setjes gekocht. Het is wel van verleden limited edition, maar ze zijn nog steeds goed verkrijgbaar. Dus misschien dat ik deze toch ook wel kort eventjes een filmpje laat zien. Maar vermoedelijk komen daar geen nagellakreviews van. Dat was het. Als jullie het leuk vonden, duimpje of abonneren hieronder en anders misschien tot de volgende keer. Sorry dat het misschien wat saai is, gewoon opsomming van wat ik gekocht heb, maar ja, het is heel moeilijk om bij deze echt te variëren, want het zijn gewoon allemaal verschillende geuren. Tot ziens, dag.